Gevelreinigen is de laatste tijd zeer in trek. Bij monumenten kun je daar wel kanttekeningen bij plaatsen. Allereerst moet je weten of het wel nodig is om dat historische gebouw van zijn historische sluier te ontdoen. Moet het wel nieuw en fris eruit gaan zien, zoals we hier zien in de Nassaulaan in Den Haag. Daarnaast zijn er kanttekeningen te plaatsen voor wat betreft het materiaal. Is er geen schaderisico aanwezig? Gaat het materiaal niet kapot? Eigenlijk zou je dat willen beproeven op een manier die het monument niet verdient. Destructief onderzoek. Gelukkig kregen we van de Rijksgebouwendienst in Amsterdam een gebouw ter beschikking dat toch tegen de vlakte zou gaan en waar we dus destructief onderzoek kunnen doen. Het vertoont veel materialen en het is lekker vuil. Met dit onderzoek, eigenlijk een case study, proberen we de gevolgen van gevelreiniging in beeld te brengen, zowel esthetisch als technisch. Het technische resultaat zal beoordeeld worden op basis van een aantal aspecten. Een van de aspecten is de mate van wateropname van het gevelmateriaal. Dat gebeurt met een karstenbuis. Dan gaan we op een aantal tijdstippen meten hoeveel water in de gevel dringt. En dat is dus een maat van de wateropname van deze steen. In dit bijzondere geval mochten we van het gebouw zelfs monsters trekken. Hier nemen we boorkernen om daarmee in het laboratorium met de microscoop te kijken wat de oppervlaktestructuur is en ook te bepalen waaruit de vervuiling precies bestaat. Kijk, daar komt ie. De boorkern. Andere aspecten die onderzocht zullen worden zijn de eventuele aanwezigheid van restanten van chemische reinigingsmiddelen in het gevelmateriaal en de droogsnelheid van het gevelmateriaal nadat het is gereinigd. De verandering van de ondergrond hangt zeer sterk af van de verschillende methoden van reinigen. De eerste methode die we onder de loep nemen is de lage druk wervelreiniging, vaak ook wel de JOS-methode genoemd. Dit is een zachtaardige straaltechniek waarbij water, lucht en straalmiddel in een bepaalde verhouding op het te reinigen oppervlak worden gespoten. Het ondergrondmateriaal en de vervuiling bepalen de mengverhouding, het soort straalmiddel en de spuitkracht. Dat het voegwerk er hier wat gehavend uitkomt, ligt niet aan de methode. Op dit punt was het gebouw al flink versleten. De baksteen en de natuursteen blijven gaaf, maar worden niet helemaal schoon. Hier zien we de natuursteen mooi schoon worden. Ook dit is de JOS-methode, maar nu met een hard straalmiddel en een voor deze apparatuur eigenlijk te hoge druk. Er is daarmee ook meteen een groter schaderisico voor het gevelmateriaal. Of die schade daadwerkelijk optreedt, blijkt pas achteraf. In dit geval zal het TNO-onderzoek uitsluitsel geven. De volgende methode die we uittesten is die van de gebruikelijke natte straaltechniek. Essentieel verschil met de JOS-methode is dat de straal zelf niet wervelt. En vooral dat er een harder straalmiddel met aanzienlijk hogere druk wordt toegepast. Zowel de natuursteen als de baksteen worden duidelijk schoon. Bij deze techniek is helaas echter het risico zeer groot dat de huid of toplaag van het materiaal verloren gaat. Echt destructief wordt het pas met de torbokop, die eigenlijk bedoeld is voor het reinigen van beton. De torboreiniging vindt plaats met extreem hoge druk en een krachtig wervelende, hete waterstraal. Het effect is opmerkelijk. Voegen vliegen weg, maar de baksteen wordt niet eens schoon. En de wat zachtere lagen uit de zandsteen verdwijnen als sneeuw voor de zon.
Gebouwvriendelijker is de volgende methode. Bij een gemiddeld hoge druk wordt heet water op het object gespoten. Er komen geen chemicaliën of straalmiddelen aan te pas. Er is sprake van milde reiniging, waarbij de baksteen enigszins en de zandsteen duidelijk schoner worden. Omdat aan de laatste methode die we onderzoeken chemische producten te pas komen, brengen we niet alleen het effect op de gevel, maar ook de te nemen milieumaatregelen in beeld. Op de vooraf natgemaakte gevel wordt een zuurreinigingsmiddel aangebracht. Na 3 tot 4 minuten inwerken wordt dit met warm water afgespoten. Het reinigingsresultaat is goed. Risico is hier echter gevolgschade op de langere termijn door achtergebleven chemicaliën. Het afkomende vuile water moet zorgvuldig worden opgevangen. Door middel van folie, een plaatselijk uitgenomen trottoirtegel en een klokpomp zijn opvang en afvoer verzekerd. Via een filterunit komt het vuile water in een verzamelvat voor transport naar de afvalverwerking. Via het milieu raken we ook even aan de Arbo-regelgeving. Afhankelijk van de methode van reinigen moet een bepaalde beschermende kleding worden gedragen. Vanzelfsprekend is er gehoor- en gezichtsbescherming. En de stijger moet natuurlijk ook aan bepaalde eisen van veiligheid voldoen. Overigens tonen de laatste beelden het verwijderen van algaanslag met stoom. Met andere methoden zoals lage druk straaltechniek zijn elastische vuillagen, zoals alg, moeilijk te verwijderen. Het eventueel overblijvende vuil onder de alglaag moet afzonderlijk worden verwijderd. Bij dit alles spelen techniek en apparatuur een essentiële rol. Hier ziet u een van de parameters, dit is de luchtdruk. Het is belangrijk dat het niet te hoog is bij wervelreiniging. Voor de rest ziet u hier een ketel, daar gaat het straalmateriaal in. Daarna gaat het straalmateriaal door de slang naar de reinigingskop. Waarom 3 ketels? Dit is om verschillende granulaten die gebruikt worden voor de verschillende vervuilingen in de gevel. Een gevel is boven vaak zwaarder vervuild dan beneden. Wat is nou het saldo van een dag reinigen in Amsterdam? De zijgevel van het proefgebouw geeft daarvan een mooi overzicht. Het is het resumé van een noeste dag veldwerk door alle betrokkenen. De resultaten. Eerst wervelreiniging onder lage en vervolgens onder te hoge druk. Dan nat stralen met granulaat, de turbomethode, louter warm water en tenslotte het chemisch reinigen. Een eerste indruk van het resultaat is hiermee verkregen, maar het beeld alleen is niet afdoende. Nader onderzoek van de genomen monsters in het laboratorium moeten immers uitwijzen wat er precies met het gevelmateriaal is gebeurd. Pas dan weten we wat in situaties als deze een verantwoorde reinigingsmethode is. Bij monumenten moet zo'n zorgvuldige afweging steeds worden gemaakt.